Dag teksten woensdag 27 oktober 2021. Psalm 34, vers 4. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Het leerwoord uit 2 Korintiërs 1, vers 20. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in Christus Jezus. Ja. En in hem, amen, tot verheerlijking van God door ons. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in Jezus Christus. Ja, en in hem, amen, tot verheerlijking van God door ons. Vader, samen komen wij voor uw troon van genade, om uw grootheid te roemen. We sluiten ons aan één om uw naam te verheffen, de naam boven alle naam van de Heere Jezus Christus, onze God, de Ik Ben, de Allerhoogste, onze Shalom, onze Zaligmaker. Dank u Heer, dat wij kunnen staan op uw belofte, dat wij kunnen staan op de belofte van de Heere Jezus Christus, dat het bij hem is ja en amen. Dank u Heer, dat wij u mogen verheerlijken in de naam van Christus Jezus. Vader, dankzij u hebben wij genade door de Heere Jezus Christus gekregen van alle zonden. Vandaar dat wij mogen zeggen, halleluja, loof de Heer, lof zij de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Vader, wij danken u dat wij vandaag weer beseffen dat wij met u mogen gaan, met u mogen staan, dwars door alles heen. En wat er ook gebeurt, waar we ook voor staan, dat wij mogen kijken naar omhoog, daar aan het kruis op Golgotha. Vandaar dat we naar ieder willen bemoedigen, waar ze ook door mogen gaan, o Vader. Zij het nou vreugde, zij het nou verdriet, zij het nou angsten of uitdagingen. Vader, we dragen ze aan u op. We brengen ze voor uw troon van genade. Zo brengen we allen die de leiding hebben of die werken in een weeshuis, in een verzorgingstehuis, in een kinderhuis, een internaat, de leiding van scholen, overal waar er kinderen, tieners zijn, o Vader, die dragen wij aan u op, maar ook de kinderen die de toekomst van morgen zijn. Dat ze aan ons mogen zien, o Vader, dat wij een Heer dienen die groot is. Een Heer die ze mogen roemen, een Heer die ze mogen prijzen. Dat ze mogen weten dat zij verankerd zijn bij u in geloof, maar ook in een toekomst die u hen belooft. Een toekomst die zeker is als ze gaan met u. Wilt u zo uw licht over hen uitstorten? Hun laten stralen vandaag. Dat ze aan elkaar het licht mogen geven. Dat ze de lichtdragers mogen zijn voor elk een die het moeilijk heeft. Ja, Vader, zo willen wij gaan vandaag. Omdat wij alles hebben om u te loven en te prijzen. U die ons nimmer begeeft en nooit verlaat. Dank u, Vader. Dit bidden en smeken wij u in de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.